Het is eind juli en dat betekent een aantal dingen. Namelijk één, dat het heel erg lang duurt voordat ik weer jarig ben. En als je mij bent, dan weet je dat het heel jammer is, want jarig zijn is het leukste wat er is, vind ik. Het andere is dat dat betekent dat ik kan beginnen met aftellen tot het kerstmis is. Want kerstmis is het op één na leukste ding wat er is. En het derde is dat het, omdat het eind van de maand is, dat het tijd wordt om te kijken wat ik allemaal voor gave spullen heb verworven of ontdekt in mijn eigen huis in de maand juli. Het eerste wat ik heb verworven in de maand juli is een nieuwe telefoon. Mijn iPhone 6 Plus is vervangen door mijn iPhone 7 Plus. Het is inderdaad een enorme koelkast, maar ik vind dat fijn, want zoals ik net zei, ik ben jarig geweest, ik ben inmiddels 42. En dan zal je er toch bij moeten neerleggen dat je eigenlijk geen reet ziet. Volgende gave spul, we gaan heel even doen alsof ik een meisje ben, dat ben ik, is deze nagellak. En waarom is dat een gave spul? Omdat hij in 60 seconden droog is. Dus ik heb al een heleboel andere soorten zwarte nagellak, maar deze is meegeweest op vakantie. Kan ik gewoon super snel mijn nagels even lakken in plaats van dat het me 10 minuten kost om te zorgen dat ik een beetje kekke nagels heb. Wat ik nu eigenlijk niet snap is waarom ik überhaupt nagellak heb die er langer dan 60 seconden over duurt om te drogen. Dat weet ik ook niet. Ik heb dat gewoon. Het volgende gave ding is ook een cadeau dat ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Namelijk mijn nieuwe Opinel mes. Het is een zakmes dat je kan gebruiken als steekmes. Je kan het ook inklappen. En dan kan je het overal mee naartoe nemen, zodat als je dan ineens ergens bent en je denkt acuut, oh ik ga biefstuk eten, dan heb je altijd gewoon een goed mes bij je. Ik ga het gewoon thuis gebruiken om biefstuk te eten en om andere dingen te doen. Maar ik vind het gewoon heel stoer om mijn eigen inklapmes te hebben. Volgende gave spul van de maand juli zijn deze twee boeken. De ene heet The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck. En de ander heet Get Your Shit Together. Ze zijn van Sarah Knight. Ik vind het gewoon hele fijne boeken. Ze schrijft gewoon heel leuk en heel vrolijk over een soort van anti-self-help. Maar gek genoeg vind ik het allebei heel erg inspirerend. The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck gaat over dat je moet opruimen. Niet zozeer in je huis, maar wel in je leven. Dus dat je geen tijd, geld en aandacht moet besteden aan dingen of mensen die je niet leuk vindt. En Get Your Shit Together, daar ga ik nog een keer veel uitgebreider op terugkomen. Want daar ben ik nu heel erg mee bezig met mijn shit together aan het getten. Het volgende gave spul kan ik nu niet laten zien, want ik ben daar nu mee aan het filmen. Dat is mijn nieuwe camera. Maar gelukkig heb ik eerder al een verslagje opgenomen van hoe awesome mijn camera is. Dus we gaan nu naar dat verslagje. Dit is hem dus, mijn nieuwe camera. Die heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Van mijn moeder onder meer en van mezelf en een beetje van mijn vader. En het is een super hitsige vlogcamera, want hij kan dus ook... Hij heeft een schermpje zodat je jezelf kan zien als je aan het filmen bent. Hoe mooi is dat? Dit is het Droste effect trouwens. En ik kan het ook dicht doen, het schermpje. Dan kan ik er gewoon doorheen kijken. Een afbeelding van mijn neus maken. Super handig dus. En weer terug. En het laatste gave spul dat ik heb is dit. Ook een cadeau. Dit is namelijk een Antiope Wonder Woman Barbie. Ik heb de film Wonder Woman gezien. Die is super vet. En wat er ook super vet aan is, is dus dat er heel veel Amazones in zitten. En één van die Amazones is deze, Antiope. In de film wordt ze gespeeld door Robin Wright. Die je misschien nog kent uit House of Cards. Ik ken haar al uit The Princess Bride, waarin ze gewoon een afhankelijk blond meisje was. En daar heeft ze zichzelf nu uit geëvalueerd als een ongelofelijke badass. Ik heb een cadeau gekregen van mijn mentorleerlingen die afscheid hebben genomen. Dat is echt het mooiste cadeau dat je van je mentorleerlingen kan krijgen. Tenminste wel als je mij bent. Ik kan me voorstellen als je iemand anders bent dat je liever een fles wijn had gehad of een doos merci. Maar ik vind dit dus echt fantastisch. Ik heb weer een hele maand voor de boeg om nieuwe spullen te verzamelen. Ik moet aan de slag. Ik ga aan de slag. Ik ga nu beginnen.